Steeds meer gemeenten houden zich bezig met het rookbeleid binnen hun gemeente. Zo ook de gemeente Wijchen. Ze willen het roken in openbare ruimtes terugdringen. Maar wethouder Burgers van Jeugd- en Gezondheidszorg is geen voorstander van een algeheel rookverbod. Ga je het verbieden, dan heb je nog een ander probleem, want dan moet je het ook gaan handhaven. Nou, je kunt handhavers onmogelijk langs de voetbalvelden en de hockeyclubs gaan sturen om het te handhaven. Dat is onmogelijk. De hockeyclub in de gemeente Wijchen heeft daarentegen wel gekozen voor een algeheel rookverbod op de club. Harmen Schipper, voorzitter van MHC Wijchen, legt uit waarom ze niet gekozen hebben voor het gebruik van speciale rookzones. Dan is het veel duidelijker als je gewoon één lijn trekt en zegt van joh, we gaan voor een algeheel rookverbod. Dat is voor iedereen denk ik makkelijker te snappen en dan kan je ook makkelijker iemand daarop aanspreken. Dus uiteindelijk hebben we daarvoor gekozen. En dat aanspreken is volgens de gemeente van belang. Ze willen dat er een bewustzijn gecreëerd wordt en dat mensen zelf doorkrijgen dat er niet gerookt moet worden waar kinderen bij zijn. Want wanneer rokers vanuit zichzelf al op andere plekken gaan roken, dan heb je er volgens de gemeente veel meer aan. En deze mensen gaan ook elkaar erop aanspreken dat ze binnen die club ook niet meer gaan roken. Ja, en dat is eigenlijk de weg die wij met elkaar willen bewandelen. De hockeyclub zelf denkt ook dat een algeheel rookverbod vanuit de gemeente niet zou werken. Nou, ik ben zelf ook niet zo van een verbod opgelegd door de overheid. Hè. Ik denk dat je juist ook moet kijken, zeg maar, zeker als vereniging, zeg maar, hoe je dat zelf uiteindelijk wil vormgeven. De komende tijd gaat de gemeente gesprekken voeren met verschillende verenigingen binnen de gemeente om te kijken wat hun visie is op het roken.